In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Rodrigo. Hij is gedrogeerd. Pilletje of een pilsje? Pilsje. Kroeg of club? Kroeg. Aangeschoten of nuchter? Aangeschoten. Feestbeest of huismus? Combinatie. Atten of niet? Niet. Wanneer ben je gedrogeerd? In de zomer van 2018 op Mallorca. Oh, op Mallorca? Ja. En hoe ging dat? Wij gingen op stap en wij besloten om naar het Engelse gedeelte te gaan. En daar was drank bij inbegrepen, dus dat is helemaal goed geregeld. En ik heb één drankje gehad en ik kom buiten en ik voel me niet lekker. En ik ga mijn vrienden appen zo van, ja, kom me helpen, want het gaat echt niet goed. En ja, ik heb net dat appberichtje kunnen versturen. En toen hun kwamen, toen was mijn telefoon weg en toen was mijn portemonnee weg. Oh, dus je bent ook helemaal beroofd? Ja, 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 ik had wat cashgeld bij, zeg maar, want ik had wel mijn paspoort en dergelijke wel gewoon in de hotelkamer gelaten. Alleen mijn telefoon, die ik toen ook net nieuw had, die hadden ze meegenomen en volgens mij iets van 200 euro of zo cash. En je had één drankje had je gedronken? Ik had van tevoren had ik wel gedronken, zeg maar toen zijn we met de bus naar het Engelse gedeelte gegaan. En toen ik daar aankwam, toen ben ik dus een stripclub ingegaan, heb ik één vodka Red Bull gedronken en toen was het klaar. Wanneer had je door dat je gedrogeerd was? Nou, ik had, dat was het mooiste van alles, ik kwam daar binnen en ik ben wel half Braziliaans, maar gedragen me als een Nederlander. Gratis drank. En zij begint die wodka in de glas te schenken. En ik zei zo van ja, mag wel wat meer in, hè? Ja, en zij dus iets meer wodka erin. Red Bull erbij. Een minuut of 10 of zo. Ik denk zo van, ik voel me echt niet goed. Dus ik dacht, ga ik even naar buiten. Even frisse lucht. Dus ook echt zo snel? Allemaal ja, het was echt heel snel. Want ik ging naar buiten, ging even op het bankje zitten. En ik dacht zo van ja, ik heb dat wel eens al vaker gehad. Dat ik veel gedronken heb. Dat ik denk van, even naar buiten, even frisse even lucht. En het komt wel weer goed. En ik zit daar op de bank en ik zit zo van... En ik ging ook meteen mijn vrienden appen, wat ik normaal gesproken heb. Ik echt zoiets van, ik kan een uur in een dictie zitten van, ik kom wel bij en het komt wel goed. Ja, en toen waren mijn vrienden er en toen was alles weg en toen had ik de ballonnen gekotst. Hoe voelde je je tijdens de drogering? Ja, in eerste instantie gewoon eigenlijk een beetje dat ik me niet lekker voelde. Hoe snel was dat? Je had het gedronken? Ja, ik heb het gedronken en ik denk echt een kwartier tot een half uur. Toen zat ik al buiten, zeg maar, en ik had het heel warm. En ik dacht zo van, ik krijg een beetje benauwd, zweterig. Ik denk zo van, ik moet even naar buiten, even frisse lucht. Dat is eigenlijk het gevoel. Wat is dat te vergelijken? Is het alsof je heel dronken bent? Of? Op het moment dat je vanuit kou echt een sauna inloopt. Gewoon echt die gewoon al even aanstaat. Je komt daar binnen en het is meteen poeven die klap die je dan krijgt. Ja. Dat gevoel had ik eigenlijk. Toen je dat drankje dronk in die club, proefde je toen iets? Nee. Dus het smaakte gewoon naar het drankje wat je dronk, ja, wat je dacht te drinken? Ja, ik had een halve glas wodka. Dus ja, dat is sowieso niet lekker. Nee. Maar nee, ik heb niks raars eraan geproefd. En het is ook niet dat je iets voelde in je mond of zo? Of dat nee, het brandde of zo, tintelen? Nee. En kan je je ook nog echt het moment herinneren dat het licht uitging? Ja, toen mijn maatje kwam, toen liet ik mezelf gaan. En toen kwam ook dat besef eigenlijk van mijn telefoon is weg. Want eigenlijk op het moment dat jij buiten heel erg slecht zat te gaan, toen ben je dus beroofd, denk ja. je? Ik heb een maatje van mij geappt. Ja, en die kwam dus direct naar buiten en toen was mijn telefoon weg. En gewoon tijdens dat gevoel dat je zo slecht aan het gaan was, staat dat je heel erg bij of was het een soort van heel wazig? Of? Ja, wat mij eigenlijk vooral bij staat is gewoon dat ik heel misselijk was, heel duizelig. En toen hij er was, had ik het gevoel van, het is goed. Hoe weet je zeker dat je bent gedrogeerd? Eigenlijk wat het bij mij duidelijk maakte was mijn nacht. De nacht nadat het gebeurd is. Want toen lag ik in bed en toen was ik helemaal aan het shaken, aan het trillen. Temperatuur die schoot heen en weer. Ik begon te huilen. En ja, wow. Geef mij 3 kratten bier, maar daar ga ik niet van huilen. Ja, dus wat voelde je dan allemaal? Paniek. Heel erg veel paniek en heel veel angst eigenlijk, omdat je zoiets hebt van ja, hoe kan dit nou gebeurd zijn? Die paniek was dus echt zo groot bij je. Ja. Waarom? Ja, omdat ik het stukje beroofd zijn en in het buitenland zijn. Super iedereen eng. Om je heen is dronken. Ook al is het heel fijn dat ik iemand naast me heb die ik vertrouw, maar die is gewoon straal open. Achteraf kon ik wel op hem bouwen, dat heb ik ook gemerkt. Maar op dat moment denken ze van ja, hier heb ik geen kut aan. Ja, dus je moet echt jezelf redden gewoon. Ja. En dat was ook gewoon het enige wat ik in mijn hoofd had. Hoe lang duurde dat, die hele paniek in bed? Ik denk dat dat een uur of 4 toch al geduurd heeft. Nou, dat is ook wel lang. Ja,
toch? Om heel erg in paniek te zijn? Ja, een uur of 3, 4 heeft dat wel geduurd. Geloofden mensen je? Op het moment zelf niet. Weet je, dus je bent gewoon met feestende mensen en iedereen is dronken. In die straat zie je meerdere mensen daar kotsen. Ja, dus iedereen denkt gewoon dat dus je even niet lekker gaat. Ja, dat ging door niemands hoofd, zeg maar. Maar hoe was dat dan? Dat je dus van binnen zo slecht gaat en dat iedereen denkt van, dat zal er ook wel weer in zijn. Mijn vrienden die bleven wel bij mij. Het is niet dat ze mij daar lieten liggen, zeg maar. Maar de politie die nam mij op dat moment niet serieus. Want die is daar ook bij gekomen? Nou ja, dat heeft mijn maatje meegedaan omdat ik mezelf niet zo goed voelde. Nou ja, hij is beroofd en dan zei ze van, dan moeten we morgen naar de politie gaan. Ja, die namen dat gewoon totaal niet serieus. Nee, totaal niet. Maar het is denk ik dus ook wel lastig, want iedereen dacht natuurlijk ook gewoon van je, van die zal wel gewoon super lang zijn, daarom zit hij te kotsen. Maar denk je dan van, had die vraag er dus moeten zijn van hoe gaat het met je of ben je gedrogeerd? Of... Nee, denk het niet. Op dat moment zelf had ik er helemaal niet bij stilgestaan dat dat kon gebeuren. Ja. Voor mij was het meer iets van, dat zie je in films gebeuren. Maar is dat dus ook denk ik niet iets heel erg lastigs aan gedrogeerd worden? Ja, dat is het meest lastige eraan, omdat in die situatie, je verwacht achteraf van je vrienden van, hoezo had je dat niet in de gaten, maar je hebt het zelf niet eens in de gaten. En weet je wie er iets in je drankje heeft gedaan? Wat ik me kan voorstellen is degene achter de bar, maar dat zou ik zo raar vinden. Omdat iedereen drank van diezelfde persoon heeft gehad. Ja, maar dat is op zich de enige waarvan je natuurlijk dat drankje hebt gekregen. Ja, alleen het kan zo snel gaan. Ik heb daar zo vaak voorbij zien komen op internet en dergelijke hoe vlug dat kan gaan. En je bedoelt dat je misschien wel gewoon van diegene drankje, maar dat iemand anders het dan zo... Ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk een beetje als het ware een teamspel is geweest. Van de ene die staat binnen en die heeft het in mijn drank gegooid en die geeft buiten een sein van diegene. En weet je wat ze erin hebben gedaan? Ja, ik zou echt niet weten wat ze erin hebben gedaan. Maar ja, je kan bijvoorbeeld wel denken van je hebt natuurlijk bepaalde slaapmedicatie wat ze erin kunnen gooien, denk ik. Van GHB kan je bijvoorbeeld heel geil worden ook. En heel blij. Nou ja, dat gevoel heb je volgens mij totaal niet gehad, toch? Het was echt een verdovend middel. Ja. Heb je aangifte gedaan? Ja, meteen. De dag erop. Maar voor wat dan? Voor mijn telefoon. Oh, anders kreeg ik niet verzekerd. Nee, want ik dacht, je kan niet aangifte doen tegen iemand, want je weet niet wie het heeft gedaan. Nee, ja, ik heb wel gewoon het verhaal neergegooid bij de politie. Maar dat was echt een rampenplan. Mijn Engels is echt niet best. Dus dat was een hele lange ochtend in een hele warme politiebureau. Ja, maar het was dus ook vooral gewoon een praktisch plan om geld te krijgen voor het telefoon. Het was puur voor de verzekering. Ja. Maar en had je ook niet het gevoel dat je dacht van, ik wil die toko wil ik laten weten dat er iets mis is gegaan? Of weet ik veel, toch? Omdat je nog twijfelde van misschien dat barpersoneel? Of... Ja, alleen dat is dus hetgeen wat ik zeg van, ik ben op een plek waar ik waarschijnlijk nooit meer terugkom. En ik ben over 2 dagen weg. Ik zie het nut er niet van in eigenlijk. Ik bedoel, ik heb nooit meer een gevolg van die aangifte gehoord of iets. Voelt dat niet voor jou dat je denkt van ja, kutzooi. Weet je, eigenlijk het liefst zou je natuurlijk gewoon diegene willen stoppen die dit soort shit bij mensen doet. Ik geloof er niet zo in dat dat mij zou lukken. Maar dat is dus ook wel gewoon het lastige van dit hele verhaal. Dat dus aangifte doen gewoon bijna niet kan, omdat het zo sneaky gebeurt. Ja, precies dat. En het is gewoon een probleem die bekend staat daar. Ja. Het is niet iets wat nou toevallig een keer is gebeurd. En denk je dan ook niet van, kut, ik had eigenlijk gewoon de hele tijd mijn hand op mijn drankje moeten houden? Of... Nee, dat is... Niet dat ik dat ooit doe, hoor. Ja, ik maar... nou wel. Ja? Ja, dus vanaf dat moment is dat wel heel erg. Hoe ziet een uitgaansavond er nu uit voor jou? Ja, ik ben sowieso eigenlijk van de kroegen, zeg maar. Dus wat ik normaal gesproken op vakantie doe van discotheek en dergelijke, dat is voor mij echt iets wat ik op vakantie doe. Maar wat is er dan veranderd voor je? Dat ik wel heel oplettend ben met mijn drinken. Dus als ik naar de wc ga, is of mijn drinken leeg, of ik bestel een nieuw als ik terugkom. Als ik dan over festivals heb en een plek waar het drukker is, dan probeer ik altijd iets te bestellen wat in flesjes zit, zodat ik mijn vinger erop kan houden. God, daar zou ik nou echt nooit over nadenken. Ja, dus dan heb je altijd een vinger erin. Op het moment dat ik een biertje pak, altijd een stukje papier eraf halen, dat ik weet dat het mijn is. En maar je was dus al eigenlijk gewoon redelijk on point, zeg maar. Ja, maar dat heb ik altijd gewoon gehad op verjaardagen en dergelijke. Want er staan er 100 biertjes en dan wil ik gewoon weten welke van mij is. Op stap heb ik daar dus nou wel heel erg meer de controle over. Als ik naar de wc ga, het is niet zo van, oh, hier staat er nog eentje, doe die maar. De kans is natuurlijk best wel klein, denk ik, toch? Dat het nog een keer gaat gebeuren. Waarom ben je er dan nog wel zo erg mee bezig? Ja, het is meer een automatisme geworden. Het is gewoon een tik. Ja. Dus het is niet dat ik dat loslaat, maar dat is gewoon iets wat in mijn systeem zit. En ben je nog steeds straalbezopen? Of merk je ook dat je je iets meer inhoudt nu? Of dat je... Nee, ik hou wel van drinken. Ja.
Maar dat je dus zo met die vinger erop, dat is wel echt door dat je gedrogeerd bent. Ja. Ja, dat is ook iets heel raars. Ik heb ook gewoon bijvoorbeeld als ik een beker heb op festival, die hou ik bijna helemaal in mijn zak. En dan met mijn hand erop. Hè? Maar met inhoud? Ja, weet je, dus als hier zo'n beker in zit en je staat recht, zeg maar, dan... Oh, zodat je echt, zodat die helemaal weggestoppeld is. Ja, maar met flesjes al helemaal. En met bekers heb ik ook soms dat ik hem zo er half in heb zitten. Wat denk jij als je er nu zo op terugkijkt? Stel, dit overkomt je. Wat moet je dan doen? Ja, wat je zelf doet heb je niet helemaal in de hand. Hetgene wat ik wel altijd zou adviseren, zeg maar, is van blijf wel bij je vrienden. Dus wat ik heb gedaan van weglopen, ik moet weg. Zorg wel dat er altijd iemand bij je is. Ja, en misschien ook dus als vrienden zijnde van hou je vriend iets langer in de gaten. Ja. En als het dus lang aanhoudt, toch? Dat je toch even checkt. Ja, van, dat je dan wel actie gaat ondernemen. Nou, en ik vind ook wel die dingen wat jij zegt van gewoon een vinger in je flesje doen of nooit je drankje laten staan. Ja, ik heb daar nooit een seconde over nagedacht. En ik denk ook wel van waarom zou ik daar niet iets beschermender mee omgaan, toch? Omdat... Ja, je hebt er geen last van, zeg maar. Het is niet zo dat je er minder gaat drinken of iets dergelijks of het kost geen geld. Maar het is gewoon van, het kan dan niet, het kan altijd gebeuren, maar je beperkt het wel heel erg daardoor. Ja, dus dat ga ik sowieso integreren in mijn leven. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Nou, dat was hem. Eet jij liever rode of groene appels? Als je ze zo ziet rode. Liggen? Rode, ja. Ja. Want groen rood. Is een beetje zuur. Ja, rood is sexy. Ik hou van rood. Ja? Ik hou van rood. Dat is de kleur van de liefde. Ja, zeker.